overkoepelende Chinese associatie, Suriname Chinese United Association, SCUA, heeft 500 all-in testen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. De testen zijn bestemd voor alle gezondheidsinstellingen die dat nodig hebben, waaronder het Centraal Laboratorium van het BOG, het Laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en eventueel in een later stadium het Wanica Ziekenhuis. SCUA-voorzitter Henk Yi benadrukt dat de Chinese vereniging deel uitmaakt van de Surinaamse gemeenschap en zich daarom verantwoordelijk voelt om te helpen bij de bestrijding van het virus. Minister Elias heeft maandag het COVID-19-plan overhandigd aan vicepresident Ashwin Adin tijdens de vergadering van de Raad van Ministers. Het plan is samengesteld door het ministerie van Volksgezondheid, consultant Virginia Assin, Oostburg en de Inter-American Development Bank.